Voor het DVS TV Weekjournaal naast mij, nog steeds in het bekende trainingsshirt, Jordy Grovenstein. Jordy, welkom bij DVS TV. Dankjewel, Piet. Jordy, je hebt aardig wat jaartjes bij DVS doorgemaakt, maar ook ben je begonnen, dacht ik, in Harderwijk ergens, of niet? Met voetballen. Ja, klopt. Ik heb de eerste 5 jaar bij VVG gespeeld. En daarna deze kant op gekomen met mijn toenmalige trainer Peter Epen. Toen heb ik hier 2 jaar gespeeld. Toen heb ik... In welke? In de B? In de D'tjes. Ja. En toen 3 jaar bij Vitesse gespeeld. 2 jaar terug geweest weer. 1 jaar bij NEC geweest. En nu weer 2 jaar bij DVS. Volgend seizoen VVG dus. En natuurlijk was er op een gegeven moment bij jou de hoop van, ik ga het redden. Ik kom steeds dichter bij die basis en dan speel je op hoofdklasseniveau en daar heb je hele aardige dingen laten zien. Ja, klopt. Je hoopt natuurlijk zoveel mogelijk te spelen en dat is helaas niet zo gegaan als ik had gewild. Dus vandaar ook eigenlijk de stap die ik maak. Had je natuurlijk ook een niet de minste concurrent op jouw positie, hè? Nee, zeker. Met Ali Akla, Maurice, dan weet je gewoon dat het heel moeilijk is om sowieso minuten te gaan maken. En dat is helaas ook niet zo gegaan als ik hoop had. Maar dan zal ik je toch wel vertellen dat ik wel waardering heb voor het feit dat je bent blijven gaan. En dat je met name samen met Roelof, die straks ook komt, het tweede van DVS kampioen maakt. Hè? Want dat gaat toch gewoon gebeuren, Jordy, hè? Nou, we hebben van het weekend de tweede keer dit seizoen verloren. Dus het gaat nog spannend worden. We staan nog wel 4 punten los. Maar ik heb alle vertrouwen in dat gewoon gaat gebeuren. Ja, jullie weten hoe je Apeldoorn zaterdag moet aanpakken, hè? Ja, we moeten gewoon meer scoren dan tegenstander, hè? Ja, zo is dat, inderdaad. Hey, wat mij opviel, dat heb ik ook tegen Sven Pul gezegd, dat jullie toen met een enorme inzet HHC pakten. En jij was ook een van die jongens die voorin maar bleven lopen, bleven gaan en bleven storen. Ja, dat was ook wel nodig, want ik pakte vrij vroeg een rode kaart met Eiko. En dan weet je gewoon dat het lastig gaat worden. Toen scoorde zij de 2-1 uit die penalty. En dan moet je nog een uur gaan voetballen met 10 man tegen 11. En dat is natuurlijk lastig. Maar we hebben als team gewoon hard voor gewerkt. En uiteindelijk nog zelfs met 3-1 gewonnen. Dus dat is mooi. Hey, kun jij je nog herinneren wat het hoogtepunt was bij de jeugd bij DVS 33? Eigenlijk heel veel hoogtepunten. Ik weet nog wel dat we in de D1, dat we een heel goed team met Milan en Roelof ook. En nog veel meer spelers. En toen wonnen we bijna alles met 10-0 en zo. En werden we ongeslagen kampioen in de hoofdklasse. Ja. En dat was voor jou het hoogtepunt? Want ik ben ook nog een keer ergens in Schalkhaar wezen kijken. Was jij er toen ook bij? Bekerfinale, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat was ook een heel mooi jaar inderdaad. Bijna hetzelfde team en als in de D1. En toen wonnen we ook bijna alles. En ook bekerkampioen geworden. Dat is een team, dat durf ik te zeggen, dat als dat bij elkaar gebleven was als team, dat gewoon in de hoofdklasse gefunctioneerd had. Denk jij dat ook niet? Ja, zeker wel. Ja, dat durf ik met zekerheid wel te zeggen, Piet. En dan kan ik me ook nog een ander hoogtepunt herinneren in het eerste. En als ik dat zeg, dan weet jij ook wat ik bedoel. Toen jij zo uit je dak ging, bedoel je? Toen ging ik verschrikkelijk uit mijn dak. Ja, dat... Ja, dat weet ik nog wel, ja. Dat was doelpunt tegen Staphorst in de 95ste minuut, 2-0. Dat was waanzinnig, hè. Ik dacht, doe dat nou, Jordy, Ali Akla staat op linksvrij. En toen liet je even een paar dingen zien. Dat verdwijnt nooit meer van mijn netvlies, Jordy. Nee, dat vergeet ik ook zeker niet. Nee. Dus dat is ook duidelijk een hoogtepunt geweest. Ja, zeker, zeker.
Blijf je wel lol erin hebben als je weet van, goh, ik kom er toch niet voor die basisplaatsen in aanmerking. En ja, hoe ga je daarmee om? Ja, natuurlijk, zoals ik al zei, is dat niet zoals je wilt. Maar we hebben met tweede natuurlijk ook een heel leuk team. We spelen ook goed voetbal. En het is geen straf om daarin te spelen, zeg maar. En je merkt natuurlijk dat als je met die A-selectie meetraint, dat je dan ook duidelijk wat over hebt ten opzichte van die tweede vertegenwoordigende elftal, hè, waar je tegen speelt. Ja, tegenstand is niet altijd even goed natuurlijk. Zitten wel... Wel lastige verdedigers tussen, maar ja, daarin kan ik natuurlijk wel veel laten zien. Ga je nou met spijt in je hart weg naar Harderwijk? Ja, natuurlijk is het jammer om de club te verlaten, maar ik denk dat daar een betere toekomst voor mij ligt qua speelminuten in het eerste en ik hoop op het beste. Sluit jij niet uit dat je, als je daar 1 of 2 seizoenen goed gedraaid hebt, dat je dan weer eventueel terug zou komen? Ja, dat weet je nooit. Ik weet echt niet hoe het gaat lopen. 2 seizoenen is erg lang natuurlijk. En dat zie ik dan wel weer. Op rechts heb je Bia lopen, hè, bij VVOG, volgens mij. En op links, ja, dat is wel een positie waar jij voor in aanmerking komt, denk ik. Wie is je concurrent daar? Osama Labari is mijn concurrent daar. Wel het technische speler. Wel goede speler ook. Ook wel leuk om met Jeremy de Graaf te ballen, hè? Ja, ik ken hem persoonlijk niet, maar... Hij doet erg goed, hij scoort veel doelpunten. Volgens mij zelfs topscorer. Natuurlijk altijd goed om met goede spelers samen te voetballen. Hey, ik wil je heel erg hartelijk bedanken, want op de afscheidsavond ben ik er zelf helaas niet bij. Bedankt voor je prachtige momenten en dat ene moment vergeet ik mijn leven niet. Jordi, bedankt namens de supporters en de kijkers van DVS TV. Ja, bedankt. Oké. En naast mij de volgende die in de richting van Ermelo Noord gaat. En dat hadden heel veel supporters niet gehoopt. Maar ik kan er toch wel een klein beetje in komen. Roelof, je hebt werkelijk met alle inzet gestreden om bij de basis te gaan horen. En dat lukte net niet. Waarom niet? Het eerste jaar dat ik bij de A-selectie kwam onder Henny. Toen heb ik wel een redelijk seizoen gedraaid. Toen heb ik ook aardig wat basisplaatsen gehad en ook wel invalbeurten gehad. Tweede seizoen met Jan, was wat minder. Ik was ook veel geblesseerd en ik denk ook dat de trainer niet echt in mij zag zitten dan. En dit jaar is natuurlijk topklasse en heel veel spelers erbij. En ook niet het hele seizoen fit geweest weer en alles bij elkaar is het uiteindelijk... Niet helemaal gegaan zoals ik gehoopt had. En in die topklasse moet werkelijk alles kloppen. Alle puntjes moeten op de i gezet worden. En je moet super fit zijn, hè? Ja, je moet super fit zijn. En ik heb zelf niet veel gespeeld. Maar ik weet wel, ik heb wel gezien dat elk foutje dat je maakt wordt afgestraft. En je kan ook geen kansen missen voorin. Want elke kans die je krijgt, die moet eigenlijk gewoon in. Want je krijgt er niet veel. En wat ik zeg, elk foutje wordt afgestraft. Je moet topfit zijn en... Als er iets niet klopt, dan gaat het nu. Ik begin even positief. Hè. Sterkte-zwakte-analyse van jouzelf. Hè. Noem sterke punten op van jezelf. Sterke punten van mezelf? Ja, dat vind ik wel lastig. Ik ben wel groot sterk. Groot sterk. Ik kan wel balbezit spelen als het moet, zeg maar. Bij het eerste is het dan wel lastig, maar bij de tweede gaat het goed. Ik geef altijd alles. Ik ga altijd vol voor de winst en... Ja, dat is wel een hele sterke eigenschap van mezelf. Ja, klopt, en daar zijn de supporters van DVS je ook heel dankbaar voor. Hoor. En ik zelf ook, want dat vind ik een heerlijke, heerlijke eigenschap. Maar nu een paar zwakke punten. Een paar zwakke punten, ja. Ik mis wat handelingssnelheid, denk ik, voor echt de top. Zeg maar, in de topklasse bij het eerste mis ik wat handelingssnelheid. Op linksback gaat het nog wel, zeg maar als je echt op middenveld, dan merk je wel echt het niveau. Zeg maar. Dan is het niveau al zo hoog, dan moet het echt perfect zijn. En... mijn handelingssnelheid is nog wel een puntje waar ik aan kan werken. Mijn handelingssnelheid, misschien wat bewegelijkheid, mijn startsnelheid, omdat ik zo groot ben, is het misschien ook wat dat ik iets trager ben met draaien en keren. Misschien dat nog...
je hebt natuurlijk ook gelukkig wel heel veel verstand van palingen en zo, hè? Van palingen, nee, dat zit goed. Van palingen zit het wel goed, ja. Kan je er alles over vertellen, Piet? Ja, echt? Ja, vertel eens een smeuïg palingverhaal. Een smeuïg palingverhaal? Nou ja, we hebben wel... we werken met allemaal van die jonge jongens, weet je wel, van die jonge gasten, vooral in de zomer. En dan zitten we met acht jongens van rond de 20, 25, 30, weet je wel. Dus altijd wel lachen. En dan kleren we altijd, kloten we altijd een beetje mee, weet je wel. Een beetje op elkaar gooien en een beetje dit en dat. Maar ja, voor de rest een smeuïg verhaaltje. Ik heb niet echt smeuïg verhaal. Het is vooral lekker. Ja, het is lekker. Lekker werken met die beesten. Ja, het is lekker werken. Ja, het is wel gewoon het is een beetje eenzijdig, maar het is hartstikke leuk. Joh. Het is gewoon, ik zit dan op school en als ik dan, ben ik altijd serieus. En als ik dan lekker even kan werken, vind ik ook lekker. Gewoon nergens aan denken en lekker bij mijn vader in de schoen staan. Hartstikke mooi. Helemaal top. Hey, bij VVOG, richt je op welke positie richt je je daar? Op het middenveld of toch meer verdediging? Het liefst speel ik zelf natuurlijk op middenveld. Ik heb al hele jeugd op middenveld gespeeld. En in het tweede speel ik ook het middenveld. Alleen waar de trainer nodig heeft. Ik vind het ook prima om linksback te spelen. Eerst vond ik dat altijd een mindere positie om te spelen. Maar als je bijvoorbeeld ziet hoe rol altijd invult zeg maar, met opkomen. Dan is het een hele leuke positie. En dat zou ik ook wel willen. En op die linksback positie, Lars Kerver speelde daar, dacht ik, hè, bij VVOG. Ja. En die stopte mee. Hè? Dus er komt wel een plekje vrij, Roelof. Ja, ik weet verder niet wat ze nog gehaald hebben voor mijn positie of ze dat nog gaan doen. Ik heb nog niet echt mee bezig gehouden. Ik ben nu vooral bezig met DVS. Ik zie wel wie ik tegenover me krijg. Het zijn wel stuk voor stuk leuke jongens. Ik denk dat je toch in een leuk team terechtkomt. Ja, nou ja, het is volgens mij ook een hele echte groep, heb ik gehoord. En volgens mij er gaan ook niet veel spelers weg. De meeste hebben bijgetekend ook. Dus ik heb heel veel zin in. Aardige trainer ook. En, jouw jeugd. Vanaf welke leeftijd ben je hier komen voetballen? Toen ik 11 was, 12. Ik speelde eerst bij Horst. En toen speelde ik in de D1, geloof ik. En toen werd ik vervroegd overgezet naar de C1 daar. Alleen toen was ik 11 en speelde ik echt met jongens van 14, 15. En dat vond ik, vooral mijn moeder vond het niet heel leuk. En toen kwam Erik Verzanten, die zag mij spelen of zo. Ik weet niet hoe die bij me kwam, maar die vroeg of ik naar DVS wilde komen. En toen meteen in de D1 onder Peter Eep en Erik Verzanten kampioen geworden. Hele mooie tijd geweest, die jeugd bij DVS. Hè? Want je zat altijd in een mooi team. Ja, ik had echt wel echt schitterende lichting. Het eerste jaar was zeg maar, als ik eerstejaars was, zaten we met de jongens als Ali Akla, Danny Zwager en zulke jongens zeg maar. En als ik tweedejaars was Jordi Groofstein, Milan, Joran van Santen en zulke jongens allemaal. En we hebben hele mooie momenten gehad, kampioenschappen, bekers gewonnen en ook tegen profclubs. Ik weet nog wel Zwolle deed een 8-0 hier thuis. En dat was een hele mooie tijd, Piet. Volgens mij ook hier tegen Feyenoord B1, dat toernooi, jeugdtoernooi. Ja, Piet, dat was 1-1 was dat. Ja, dat is helemaal. Dat is mijn oude clubje. Ja, wat, mijn favoriete clubje. Favoriete clubje. Ja. Maar vreselijk jammer dat je gaat, want nogmaals, supporters, met name Ermeloers, die vinden het vreselijk jammer, hè, vooral door jouw inzet, dat je net niet gered hebt. Ja. Jammer? Ja, zeker jammer. Ja, DVS, ik heb hier 12 jaar gevoetbald, denk ik. Ja, 12 jaar, 10 jaar, 12 jaar. Dus je hebt natuurlijk wel een band met iedereen, met de club, met de mensen. En ik vind het jammer dat het niet gelukt is. Maar ik heb ook heel veel zin in VVOG. Ik weet zeker dat je een paar mooie jaren gaat meemaken en daarna vervolgens weer naar DVS terugkomt. Ja, wie weet Piet, wie weet, we gaan het zien. Oké, bedankt voor dit interview. Goed, dankjewel. Succes. En natuurlijk ook traditioneel voor DVS TV het interview met de trainer van DVS, Roeland ten Berge. Roeland, allereerst gefeliciteerd met het ene punt. Uit Hardenberg mooi meegesmokkeld. Ja, dankjewel. Ik hoorde het natuurlijk op Vlieland en ik las het op Twitter en zo. Dus ik zat behoorlijk in spanning. Maar het was ook denk ik wel een spannende wedstrijd. Ja, dat is sowieso. Hè. Als het 0-0 blijft en je ziet sowieso wel twee ploegen die wel vol voor de winst willen spelen. Want we moesten beide winnen natuurlijk. En ik vond gewoon dat wij de eerste helft wel
wel best goed partij konden bieden. En in ieder geval nog vanuit opbouw richting aanval kansen kunnen creëren. Dus in ieder geval vanuit verzorgde opbouw. Ja, dat lukte natuurlijk niet continu. Je kunt ook niet zo dominant zijn als je zou willen zijn, omdat je gewoon tegen een hele goede tegenstander speelt. Ja, goed, in de tweede helft werd dat gewoon wat minder. Tegenstander ging ook nog wat opportunistisch spelen, nog meer lopende mensen. Ja, daardoor werd het gewoon voor ons, moesten we ons eigenlijk beperken tot eigenlijk organisatorisch gewoon heel goed neerzetten. Dus eigenlijk meer het verdedigen. Ja, en als je die keuze dan eenmaal hebt en je houdt de nul, dan moet je ook gewoon een keer tevreden zijn en in de nul houden. Dat hebben we gelukkig gedaan en gegokt op nog wat uitvallen. Nou, dat leverde nog bijna een grote kans op met Isa, maar ik denk dat het misschien wel terecht was. Het is toch een heerlijk gegeven om te constateren dat de verdediging langzaam maar zeker toch steeds beter begint te functioneren in deze topklasse. Ja, dat is een goed gevoel. Ik vind dat dit heeft ook een beetje te maken met hoe we spelen. Dus als je nou weer zaterdag ziet, dan wordt er toch weer heel veel van ons verwacht dat we zo even gaan winnen natuurlijk van Stedoco. En dat betekent dus wel dat wij gewoon het spel moeten maken. We moeten weer veel aan de bal zijn. Zo makkelijk is het allemaal niet. Dus dan wordt er weer heel wat anders gevraagd. Dan komt er weer meer ruimte in onze rug. Dus dan wordt er ook meer voorin gevraagd in het verdedigen. En zaterdag was het gewoon heel duidelijk. Ook door omstandigheden moesten we naar achteren. En daardoor werden we gewoon beperkt tot verdedigen. En dat hebben we in ieder geval met elkaar. Hè, dus met het hele team hebben we dat gewoon hartstikke goed gedaan. Nou heeft Stedoco natuurlijk gespeeld in Hoornaar tegen een DVS. Wat in de eerste helft een spelletje op de mat legde. Om van te smullen. En daar zullen ze zich behoorlijk op in gaan stellen, denk ik, Roland. Ja, we misten toen een aantal mensen. Maar ik vond inderdaad ook dat wij gewoon daar ontzettend goed begonnen aan die wedstrijd. En we maakten natuurlijk een paar hele mooie doelpunten. En dat was echt ook dat korte combinatiespel. En daar hadden ze echt wel moeite mee om dat goed te verdedigen. Dus ik denk dat we daar uitstekend gedaan hebben. Ja, zeker. En zaterdag weer met Heidi Pinacci erbij, Ali Akla erbij. We gaan weer smullen, Roland, hè, zaterdag. Ja, we willen er zeker weer wat moois van maken in deze thuiswedstrijd. Daarna zijn we week vrij, dus we willen zo lang mogelijk de druk erop houden richting plaats 7. En zeker alle thuiswedstrijden, die willen gewoon winnen, koste wat het kost. Met het gegeven dat GVVV zaterdag, denk ik, tegen Kozakken Boys, ja, heb ik het goed? Ja, speelt? Ja, klopt. Klopt. Ja, nou goed. Ja, dit, kijk, we zijn afhankelijk. We moeten nog een gaatje dichten. Maar het mooiste zou zijn als we gewoon tot aan de laatste speeldag mee zouden kunnen doen. Dat zou het mooiste zijn. Ja, het is mooi dat de spelers en met name Edmund Mijnheer als aanvoerder daar ook steeds gewoon regelrecht voor uitkomt. Dat is bijna niet des DVS. Nee, maar dat is een gevolg van. Hè. Ik moet ook wel zeggen, als ik helemaal terugdenk naar een van de allereerste trainingen hier, dat er ook een aantal inderdaad gewoon heel ambitieus waren. En ook zeiden van, wie weet is plaats 7 wel haalbaar. Nou, ik zelf praat niet zo altijd in doelstellingen over waar we gaan eindigen. Ik praat altijd meer over van hoe ga je voetballen met elkaar en hoe ga je met elkaar resultaat boeken en dan kijken. Maar goed, je bent gewoon dichtbij, een ambitieuze groep. We gaan het zien zaterdag. Veel succes. Roland, bedankt. Dank je wel.